Precies 10 jaar geleden was Erik Hulsebos voor het eerst de sterkste in Bartlehiem. Er zouden nog 5 titels volgen. 10 jaar geleden dus. Toen versloeg hij Egbert Post. En anno 1999 is Egbert Post er nog altijd bij. Als Hulsebos dit jaar wil winnen, zal hij moeten afrekenen met de regerend Europees kampioen, de Fransman Boulard. J'habite à côté de Paris et donc je viens, là je reste une semaine par exemple et sinon je fais souvent des allers-retours mais c'est pas très très loin, c'est 500 km de Paris. Vous êtes connu en France ou c'est pas un grand sport? Bah, disons que c'est vrai que c'est moins un grand sport que ici parce que ici vous avez les marathons sur glace l'hiver et l'été pour continuer à garder la forme ils font du skieur. Bon, en France c'est quand même un petit sport. Parce qu'il n'y a pas beaucoup de télé qui médiatise le inline. Et c'est bien dommage. En dus rijdt Boulard zoveel mogelijk wedstrijden in Nederland. Dit is zijn teamgenoot Jan-Ijzer Kromkamp, de titelverdediger in Bartlehiem. Concentratie bij André Klompmaker. Hij is goed in vorm de laatste tijd. Precies om 2 uur gisteren ging de wedstrijd van start. 100 kilometer rond Bartlehiem, de zwaarste wedstrijd van het seizoen. Verdeeld over 4 omlopen van 25 kilometer. Dit is de situatie in de eerste ronde. 2 koplopers, Jacco Morre en Roelof Kompagner. Kompagner wil eens weten wat de voorsprong is. Die is opgelopen tot 1 minuut en 15 seconden. En dus besluiten de beide heren om door te gaan. Af en toe was het ook even droog. Hier het peloton onder aanvoering van de nationaal kampioen Arjen Smit. In de jacht dus op de beide koplopers. Kompagner en Morre nog altijd vooruit. Hoewel, Kompagner heeft pech. Zijn veet is niet goed gestrikt en dus moet hij de berm in. Bovendien zit er een steentje in de schoen. Dat zit niet lekker. En Kompagner verliest dus terrein. Het peloton komt er alweer aan. En dus rijdt nu Jacco Morre alleen aan de leiding. De man uit Kamperveen. Zeer aanvallend ingesteld. Een van de smaakmakers vaak. In vele wedstrijden. Maar winnen doet hij zelden. Het regent nog altijd als we bij het peloton terugkomen, onder aanvoering van André Klompmaker. En Kompagner valt dus terug. En legt uit aan iedereen die het maar horen wil hoe het allemaal kwam. Veters niet goed gestrikt. En de anderen kunnen daar wel om lachen. Het peloton inmiddels fors uitgedund. Smit, de nationaal kampioen. Hier rijdt Boulard, de regerend Europees kampioen. En Kompagner bevindt zich dus weer in het peloton. Morre nog altijd aan de leiding. Het is lood en loodzwaar, altijd rond Bartlehiem. De wind heeft er vrij spel. Het is gelukkig weer even droog geworden. En Morre besluit om niet helemaal voluit te gaan. Het is nog heel ver, meer dan 75 kilometer nog. Het peloton komt langzaam maar zeker terug. En Jacco Morre uit Kamperveen weet dat. Het peloton wordt aangevoerd door de Fransman Lois. Hier rijdt ook Henk van Bentum met zijn ploeggenoot Erik Hulsebos, Bert-Jan van der Veen, Hotze Zandstra. De sterke Amerikaan BJ Stackerty. Maar deze afstand is voor hem misschien wel iets te groot. Henk Elsinga, Willem Poelstra, dat zijn zo'n beetje de grote namen in deze voorste groep die nog bestaat uit 16 rijders. Morre dus nog altijd aan de leiding. Hier de achtervolgers onder aanvoering van de nationaal kampioen Arjen Smit. En we zijn, jawel, in de buurt van Bartlehiem. Hier is de hergroepering een feit. Smit sluit als eerste aan bij Jacco Morre. Ook Kompagner bevindt zich nog altijd voorin. En we hebben 17 rijders aan de leiding. We zijn amper halverwege. Het is een echte slijtageslag. Uiteindelijk blijven er 9 finalisten over. Een open Nederlands kampioenschap, dat wil zeggen dat er ook buitenlanders mogen deelnemen. En we hebben in deze voorste groep 2 sterke Fransen, onder meer deze man, de regerend Europees kampioen. Hij mag trouwens volgende week zijn titel niet verdedigen, want hij leeft in onmin met de Franse skielerbond, Philippe Boulard dus. Dit is zijn ploeggenoot, Kromkamp, de titelverdediger ook. De andere Fransman, Tristan Lois, Marcel Ooster, Olof Kompagner, André Klompmaker, Arjan Monbarg, de verrassing in deze kopgroep, Erik Hulsebos, de sterke Jacco Morre hier aan de staart van de kopgroep. En Hulsebos telt ze eens even. Ja, het zijn er nog 8. In totaal dus 9 rijders. Hulsebos lijkt zo'n beetje patent te hebben op deze zwaarste wedstrijd van het seizoen. Maar echt makkelijk gaat het allemaal niet meer. We zijn weer terug in het plaatsje Hallem. We krijgen de bel voor de laatste ronde.
25 kilometer dus nog te gaan. En aan de leiding de titelverdediger Jan IJzer Kromkamp. En wordt dit het laatste kunstje van opa Kromkamp, wordt er gezegd. Zo'n beetje de oudste man van het peloton, 44 jaar. En hij zit weer in de kopgroep. Maar dan krijgen we een nieuwe uitlooppoging in de laatste ronde. Erik Hulsebos in gezelschap van de beide Fransen, Boulard en Loire. De voertaal in de kopgroep is dus overwegend Frans. En dat is een taal die Hulsebos niet machtig is. Hoe reken je af met dit Franse collectief? Hulsebos denkt na. En de Fransen hebben het op een akkoordje gegooid samen. Het wordt een hele zware finale. We hebben nog 20 kilometer te gaan. Maar deze taal kent iedereen. Hulsebos wil drinken en roept naar zijn verzorgers aan de kant. Even verder pakt Hulsebos zijn laatste drinkbus aan. Boulard is de teamgenoot van Kromkamp en die rijdt daarachter. Kromkamp denkt te weten wie er hier gaat winnen in Barthelheim. Je gaat op Boulard. De titelverdediger gokt dus op zijn teamgenoot. Daar rijdt ook nog Monbarg, Marcel Oosten en Jacob Morre. Ze zijn geklopt in dit kampioenschap. We zijn weer terug bij de koplopers. Daar in de verte het plaatsje Halm. Bij de kerktoren ligt de streep getrokken. En Hulsebos moet afrekenen met deze beide heren. Daarachter rijdt nog Klompmaker. Hij gaat voor de vierde plaats. De podiumplaats is onbereikbaar. De smaakmaker zo vaak in vele wedstrijden. Klompmaker winnaar van de wedstrijd in Otterlo. Dan gaan we sprinten. Een prachtige finale. Boulard in het rood trekt van ver de sprint aan. Zijn landgenoot Loire daarachter. In laatste positie Hulsebos. Raakt even opgesloten. Maar Hulsebos heeft theater gespeeld in de finale. Had nog wat over en dan een prachtige sprint. Hulsebos opnieuw de sterkste in Barthelheim. Rekent af met twee Fransen in de finale. Een prachtige overwinning. Een mooie bekroning van dit seizoen. Felicitaties van Loire, de nummer 2. Boulard eindigt als derde. Hoe versla je twee Fransen in de finale? Hier is het antwoord van Hulsebos. Halverwege, ja, toen Demarin die gele, ik ben de naam helemaal, weet ik, ik ken hem niet. Ik heb hem wel eens eerder gezien, maar ik ken hem eigenlijk niet. Tristan Foy. Nou ja, zo best kunnen, maar in ieder geval. Die man in Demarin, en ik denk van, ja, noem mijn risico's dem. Ik zeg tegen Boulard, I'm dead. Ik denk, laat me net zo zijn dat ik helemaal dood ben. En hij reed dat gat dicht. En ik kon toen nog wel vrij makkelijk weer met. En toen ging Boulard, en toen keek die, hoe heet die man? Die Frans. Christian Foy. Ja, die Foy. En keek me aan, ik zeg, I'm dead. En dat verstond ze waar. En toen reed hij dat gat nog een keer weer dicht. En toen, dat ging een stuk of zes keer aan. En ik heb eigenlijk de laatste 10 kilometer echt gewoon toneel gespeeld dat ik helemaal naar de kloten was. Was ik ook, maar zo erg was het ook niet, want ik won hem toch. Voor de zesde keer in zijn carrière wint Hulsebos in Barthelheim en pakt 30,1 punten voor het algemeen klassement en stijgt met stip naar de tweede plaats achter de